Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Vlogmas. Het is dus vandaag woensdag, tweede kerstdag. En vandaag heb ik dus eigenlijk een kerstspringwedstrijd met Jameur. En ik ga dus zelf springen en we zitten dan ook dus nog in het team. En daarin gingen we dus ook nog een beetje verkleed. Dus ik heb ook nog een aantal leuke spulletjes meegenomen om dus in Jameur zijn malen te doen. Dat moeten we nog even kijken, maar dat zal ik straks allemaal even laten zien. En ik heb er super veel zin in, dus we gaan nu naar stal toe. Ik heb gisteren dus Jameur zijn staart nog helemaal gewassen. En daarna gaan we dus helemaal klaarmaken en mijn spullen nog even in de trailer leggen. Zo, we zijn op stal. Ik heb Jameur lekker eten gegeven. Poppa heb ik ook een beetje gegeven, omdat die ook ging hinniken. En dan straks als alle andere paarden ook een krachtvoer en een hooi krijgen, krijgt hij zeg maar de rest. Maar ik geef ze wel al lekker een plukje hooi. Dus nu ga ik even mijn spullen in de trailer leggen. En daarna gaan we Jameur dus klaarmaken. Zo, alle spulletjes liggen in de trailer. En nu gaan we dus Knappe Chimpy klaarmaken. Zo, Knappe Chimpy is helemaal klaar voor. Hij had weer zijn mooie hoodie om van Horse Hoods. Echt super fijn om dat zo te gebruiken. Zo blijven de knotjes er goed in zitten. Nou, zijn staart was echt super schoon. En dat ik hem natuurlijk gisteren helemaal had gewassen. Dus toen ik hem uit ging kammen was hij helemaal zacht. En zaten er gelukkig geen klitten meer in. Daar heb ik dus ook nog glansspray in gespoten. Hij is pees zo om. Ik heb zijn hoefjes gekrapt en gepoetst. En hij heeft al vlekjes in zijn maan en daar maken we dus de knotjes. Want het is dus natuurlijk eigenlijk gewoon een kerstspringwedstrijd. En wij vonden het dus leuk om er dus wat aan wat te doen. En daarom hebben we dus een aantal leuke spulletjes meegenomen. En hebben op het dekje dus al wat gedaan. Maar ik laat dat straks even zien, want het is nu dus nog donker. En dan kunnen jullie het dus niet goed zien. Maar dat zal ik straks dus allemaal nog wel even laten zien, onze hele outfit. Want ja, het wordt wel echt super gaaf. En mijn moeder dacht net, oh dat is nog een leuk idee. Dus Suzanne die komt zo nog even. En die neemt ze ook nog een paar spulletjes mee. Even je voorpluk er mooi onder. Want Suzanne gaat dus ook gezellig mee. En ik heb er gewoon echt super veel zin in. Ik ook Knappe Chimpy ook. En ik ga nog even het hooi net vullen. Mijn moeder heeft de stal al gemest. Gaat er nu nog lekker even een baaltje overheen doen. Want het wordt weer natuurlijk wat kouder. En willen we wel dat ze lekker dik staan. Dus ik ga nog even het hooi net vullen. En dan gaan we dus zometeen naar de wedstrijd toe. Zo, we zijn aangekomen op de wedstrijd. Nu gaan we eerst eens even parcours lopen en zo. En daarna gaan we dus nog verder opzadelen. En we hebben dan dus nog ongeveer 1 uur en 20 minuten. En dan mogen we echt het parcours gaan springen. En we hebben er super veel zin in. Maar eerst moeten we natuurlijk wel even parcours lopen en de barrage weten. Nu gaan we klaarmaken voor het springen. En eerst moeten we natuurlijk nog even zijn hoodie afhalen. En we moeten dus nog wel even de knotjes maken. Want daar gaan we ook nog allemaal dingen in doen, zeg maar. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Hij heeft nu zeg maar nog vlechtjes. En straks gaan we er nog kerstballen in doen. Dus even kijken of dat goed gaat lukken. En dan verder opzadelen. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Yeah. Haalt het maar. Voorkuif is in de war. Nou, we zijn er dus helemaal klaar voor. Jameur heeft dus een mooi oornetje op. En op het dekje hebben we dus een takje met wat leuke kerstballen erin gedaan. En ook achterin zijn staart. En moeten jullie even mijn body protector zien. Dit heeft mijn moeder dus net onderweg in de auto geknutseld. En als ik zo meteen eens even het lichtje aandoe, dan gaan alle kerstboompjes dus in mijn body protector. Geven dus dan allemaal verschillende kleurtjes. En zo ga ik dus vandaag springen. En het ziet er wel echt heel tof uit. Oh, okay. Welkom als Jameur. Grote voor de 3D voor 10 wedstrijden.
Zo, het eerste parcoursje hebben we gehad. Zelf was ik niet echt super tevreden, want we hadden twee balken en af en toe maakte hij een noodsprong. Maar dat komt gewoon omdat hij dan er zo graag naartoe wil, dat hij dus een beetje gaat hangen in het bit. En dan hou ik hem gewoon niet meer. Dus dan, ja, daar gaan we nu gewoon goed op trainen. Dus dat was wel zonde, maar voor de rest was ik dus op zich wel tevreden. Met losrijden ging het dus wel heel erg goed. Maar nu moeten we dus nog echt een uur wachten. En hoeven pas, mogen pas ons tweede rondje. En ik heb mijn jasje alleen aangehouden en mijn laarzen, maar mijn bodyprotector en mijn cap liggen binnen in de auto. Dus we gaan nu even wat drinken en wat eten waarschijnlijk. En dan mogen we straks nog ons tweede rondje en dan hoop ik dat die wat beter gaat. Nou, we hebben dus net wat gegeten en wat gedronken en nu gaan we dus weer parcours lopen, want het zijn dus twee verschillende parcours. Dus we gaan nu het tweede parcours even lopen en dat is zonder barrage. Dus die gaan we nu even lopen samen. Gelopen voor ons tweede rondje en nu gaan we hem dus weer van de trail afhalen en gaan we hem dus weer opzadelen. Zo, we zijn er weer helemaal klaar voor en in dit parcours hebben we dus twee fases en dit keer zijn het dus ook 12 hindernissen. Net waren het er maar 9 en als je bij de eerste 7 hindernissen foutloos bent en geen balk hebt, dan mag je dus de tweede fase rijden. Die is er gelijk achteraan. Dus als je daarna van 8 tot 12 weer foutloos bent, nou ja, dan heb je dus het hele rondje foutloos gesprongen. En ik heb trouwens dus ook deze Capitalia van Suzanne op. Die is ook echt super gaaf. Maar we gaan nu dus weer lekker losrijden. En dan mogen we zo meteen ons tweede rondje springen. Nou, ik zit dus nu op chauffeur en dan gaan we dus weer naar het losrijden. Opletten. Keer remmen. Tweede rondje gesprongen en die ging eigenlijk echt super goed. De eerste fase, dus op de eerste 7 hindernissen, waren we dus helemaal foutloos. En in de tweede fase hadden we 1 balkje op hindernis 9. Helaas, maar dat maakt niet uit. Het was gewoon echt een pechbalkje, dus op naar de volgende wedstrijd. Maar ja, dit was een iets mindere wedstrijd. Vorige keer ging het beter, maar het was best wel een enge, ja, gewoon een enge baan. Spannende baan, nieuwe baan. Dus we gaan gewoon weer lekker doortrainen. En dan weer op naar de volgende wedstrijd. Nou, omdat je weer zo goed zijn best hebt gedaan, krijgt hij lekker een groot wortel. En ik denk dat hij die wel lust. Oh, lekker hè, jongen. Ja. Yeah. Oh. Hij vindt het lekker hooi. Lekker kuilgras. Kan hij ook zo lekker gaan eten. Ja, lekker netje. We zijn dus nu weer onderweg naar huis en net hadden we dus gehoord dat ik een zondag gewoon finale mag rijden met Chimeur. Dus ook weer op dezelfde plek en daar ben ik wel echt super trots op. Dus daar heb ik ook weer heel erg veel zin in. En we zijn dus nu weer lekker onderweg naar huis. En ja,
best wel heel erg blij mee dat we dus zondag gewoon finale mogen rijden. Zo, we zijn weer op stal. Smurf zijn andere deken weer op. En zijn peesjes zijn weer af. Dus nu ga ik hem lekker even naar buiten brengen. Want dan kan hij nog lekker even buiten spelen. Mag je net lekker nog even in de paddock spelen. Deze middag. En dan kan hij daarna weer lekker op stal. Weer lekker uitrusten. Ja. Zo, kom maar jongen. Ja, lekker spelen. Braaf. Ja. Braafie jongen. Zo, knappe Chip, is dat lekker buiten? Ja, die gaat nu lekker even buiten spelen. En ik heb super veel zin om zondag dus de finale te gaan rijden. Dus willen jullie nou weten hoe dat is gegaan? Hou natuurlijk zeker mijn YouTube kanaal in de gaten. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet dus zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze Vlogmas video. Slaap lekker allemaal. Doei doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.